En welkom bij deze reading. Ik heb voor een persoonlijke reading die ik vandaag nog voor je doe, nog een aantal plekken vrij. Deze is aan te vragen via mijn website. Dus je vraagt de reading vandaag aan en je ontvangt hem ook vandaag in je mailbox. Elke dag een beperkt aantal. Dus wees er snel bij. De link vind je in de beschrijving van de video. De legging voor de schorpioen. Cadeautjes geven en ontvangen. Hele mooie, lieve kaart, vind ik altijd. Zo mooi roze. Schatten. Dus een mooie periode die er aankomt, misschien zelfs al bezig is. Het voelt als een nieuwe relatie. Misschien ben je net in een nieuwe relatie, heb je iemand leren kennen. Alles is fijn. Natuurlijk altijd in het begin, hè. Maar ik denk dat het ook fijn blijft. Dus misschien is het al een tijdje dat je al een paar maanden eigenlijk je zo goed voelt. Probeer hem niet bang te zijn, zeg maar, voor de toekomst. Dus niet van, nou, het gaat nu zo goed, dat moet natuurlijk een keer misgaan of zo. Dat niet dat soort dingen gaan denken. Want het kan echt zo goed blijven gaan. Het kan een leeftijdsverschil zijn tussen jullie. Dus misschien iemand die wat ouder is. Misschien ben je zelf juist wat ouder. Maar dat is helemaal geen probleem hier. Jullie gaan de juiste kant op. Jullie gaan dezelfde kant op samen. Jullie willen hetzelfde. Dit is jouw manifestatie, maar ook van die ander. Jouw wensvervulling is dit. Dit is die relatie die je altijd al hebt gewild. Die relatie die als je vroeger dacht aan een relatie. En je stelde je voor hoe die eruit moest zien, dan was dat deze relatie. En die komt na een periode van misschien niet zo'n fijne relatie. Ik denk dat er een relatie is geweest of een misschien meerdere achter elkaar of misschien gewoon een periode in je leven dat alles niet zo liep zoals je het graag zou zien. En ik denk dat je daar zelf een ommekeer aan hebt gegeven, zeg maar. Dus je hebt zelf alles omgedraaid en dit is een soort beloning voor je. En het is eigenlijk heel plotseling gekomen, denk ik, op een moment dat je er helemaal niet mee bezig was. Dus dat je helemaal niet op zoek was. Misschien was je zelfs nog bezig met iemand uit het verleden, toen je deze nieuwe liefde ontmoette. En dit heeft dan net het laatste zetje gegeven om het verleden achter je te laten. Want zo te zien had je een zetje nodig. Ja.
eerste liefde. Dit is jouw liefde. Een vaste relatie komt hieruit. Dit is iemand die zo gek op jou is. En andersom ook. Jouw soulmate. Met de bekers 2. En het is of jullie zo helemaal ondergedompeld zijn in die liefde. Helemaal zo blij met elkaar en zo gelukkig. En dat is ook iets wat blijft, zie ik. Het hoeft ook niet zo te zijn dat je op een gegeven moment in een sleur raakt. Of dat het saai wordt of... Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan elke dag beter worden, waarom niet? Dus wat ik in het begin al zei, probeer me niet te druk te maken over die toekomst. Of over wanneer het mis zal gaan. Goals. Dit zijn goals. Dit is als je vroeger dacht van, nou, hoe zou mijn ideale relatie eruit zien? Dit is die relatie. Jullie laten elkaar vrij. Jullie vertrouwen elkaar. Jullie zijn gek op elkaar. Er is een sterke aantrekkingskracht tussen jullie. Dus dat zit ook goed. Helemaal perfect eigenlijk. Doe een wens. En je bent het waard. Nou, 2... adviezen die echt met het manifesteren te maken hebben. Dat komt wel even naar boven natuurlijk, het manifesteren. Weet wat je wilt. Dus wat ik nu een paar keer heb gezegd, ik wil niet in herhaling vallen, maar... dus hoe je je voorstelde dat die relatie jouw perfecte relatie was, zo krijg je hem nu. Dat is wat manifesteren is. Je bent het waard. Geloof daarin. Geloof dat je het waard bent. En er komen alleen maar meer mooie dingen naar je toe. En ook deze relatie wordt alleen maar mooier en beter. Dus supermooi. Heel positief allemaal. Dus geniet ervan. Heel veel succes met alles. En tot de volgende keer.